Jelle en ik gaan de oldschool tactische RPG met Fire Emblem Awakening. En of deze 3DS-titel zich staande kan houden anno 2013, gaan we nu bespreken. Fire Emblem Awakening is het 13e deel uit de serie. Het is een oldschool tactische RPG. Dat wil zeggen dat jij om de beurten op een grid je mannetjes moet bewegen en die vechten dan weer met elkaar. Ja. Dat is een beetje wat het is. Maar er zit natuurlijk heel veel meer achter. Vertel, want het is inderdaad een hele diepe game. Nou, jij hebt jou heel erg zitten inlezen over het verhaal volgens mij. Je hebt het verhaal 16 keer bekeken en je gaat ons nu vertellen hoe het verhaal gaat. Nou, het ding is namelijk, het is heel Japans. En Japanners zijn heel erg niet goed in het vertellen van verhalen op een voor westerse mensen begrijpelijke manier. Okay. Dus hoe ik het heb begrepen is dat jij, de character die jij speelt, op een gegeven moment wakker wordt. Daarom heet het waarschijnlijk ook Awakenings. En jij wordt gevonden door de Shepherds. En de Shepherds, dat zijn guys die iets doen in de wereld. Ik heb geen enkel idee wat ze voor de rest voor functie hebben, maar ze doen iets. Nee, juist niet. Het zijn misschien zijn het boevenbestrijders zelfs. En je rolt een beetje met ze mee op een gegeven moment. En blijkt het dus dat er een dorp in de fik staat. Er gaat iemand dood. Die komt weer terug. En op een gegeven moment blijkt het dus dat jij een draak bent. En die draak, een soort van, echt waar. En op een gegeven moment, en dat hele verhaal draait dus ook niet om jou. Terwijl jij eigenlijk dus aan het begin van de game wakker wordt. Het verhaal draait om Crom. En dat is de hoofdspeler van de game. Het is de prins van deze wereld. En die moet zeg maar... Ben je nog niet klaar? Oké, ik stop er wel. Zo gaat het dus. Maar weet je, het gaat niet om het verhaal. Het gaat om die tactische turn-based actie die erin zit. Ja, want het verhaal wat ik jou vertelde was de eerste 13 minuten van de game. Nee. Daarna komt de rest van het verhaal. Nou ja precies. Ik wou net zeggen, ik kan hem wel even doorgaan. Je hebt nog helemaal niks over de bad guy gezegd. Nee. Goed, we gaan het over de echte game hebben. Want dit is natuurlijk wat wij in het algemeen hebben met Japanse RPG's. Is helemaal niet erg, je kan er gewoon lekker dwars doorheen skippen. Deze game gaat echt om het tactische gedeelte waar je aan het knokken bent. En over de character building. Ja, nou ja, in principe de character advancement inderdaad. Want aan het begin van de game mag je ook nog eens je eigen avatar kiezen. Weet je, dus inderdaad een beetje hoe die eruit ziet. En dat vind ik altijd heel tof, maar het was wel heel bazaal, zeg maar. Ja. En daarna gaat het inderdaad puur en alleen maar om experience vergaren via turn-based battles. Het belangrijkste is natuurlijk het battlesysteem in deze game. Je hebt een grid, moet je denken aan allemaal hokjes. En daar kun je jouw characters in verplaatsen. Nou, eerst doe jij dat, dan doe ik je tegenstander dat. En op een gegeven moment kom je elkaar tegen natuurlijk. En Dan is het knokken. Klinkt heel simpel, maar er zit natuurlijk heel veel tactische dingen achter. Je kan namelijk close combat zijn. Dus als jij een guy hebt met een zwaard, moet je echt tegen je tegenstander gaan staan om hem aan te vallen. Ja. Maar je kan ook iemand zijn die magic heeft of een pijl en boog. Nou, dan kan je een vakje naar achter zakken. Ja. Je hebt blauwe paren die harder aanvallen. Je hebt hoogteverschillen. Je hebt samen ben je sterker. Dus als je naast elkaar staat, ben je met z'n tweeën tegen één andere vijand. En het is gewoon echt letterlijk een schaakspel. Daar kan je het een beetje mee vergelijken inderdaad. En naarmate de game vordert, krijg je allemaal nieuwe characters erbij. Ja. Maar als je deze game ook speelt op de manier waarop je hem eigenlijk moet spelen, gaan er ook characters dood. Ja, want dat is het ding. Het is eigenlijk heel hardcore. Je hebt een normal mode waarin het zeg maar voor nieuwkomers leuk is om te spelen en te begrijpen wat eigenlijk Fire Emblem inhoudt. Want het is natuurlijk inderdaad een hele lange serie die eigenlijk altijd zo werkt. Ja. En je kan ook dus kiezen voor de echte ervaring en dan gaan er inderdaad mensen dood en die blijven dood. Ja, en dat is aan de ene kant is het heel tof. De andere kant is dat super kut, want... Je hebt erin geïnvesteerd. Ja, want je bent een character aan het beelden, dus je bent echt aan het levelen ermee. Je bent echt aan het zorgen van, oké, dat kan hij heel goed en ik gebruik hem echt voor die tactieken. Je hebt spulletjes voor hem gekocht. Ja, maar je hebt inderdaad ook classes die hij kan doen. Je kan kiezen welke kant hij opgaat inderdaad. En dan ben je helemaal trots op hem en dan wordt hij opeens doodgeslagen. En dat voelt altijd toch een beetje van... Een beetje triest word je ervan. Ja, en dat vind ik het sterke van deze game. Dat is precies inderdaad ook waar de game op leunt. Dat is namelijk dat jij echt elke beslissing die je maakt heeft zin. Al is het al aan het begin van het level en gaat er iemand 20 stappen later pas dood. Dan heb je waarschijnlijk ergens inderdaad misschien wel aan het begin van het level al iets verkeerd gedaan. Ja, en op die manier krijg je dus die tactiek te zien die heel erg uitgebreid is in deze game. Ja.
Deze game heeft een grote singleplayer. En waarbij je bij de vorige Fire Emblem vaak gewoon van vakje naar vakje ging op de grote wereldmap om te knokken, kan je nou ook sidequests doen. Dat loont ook heel erg, want daar kan je nieuwe items mee vinden. Je kan nieuwe winkels vinden, maar je kan ook nieuwe characters vinden die jij in je leventje kan zetten. Dat vind je dus ook in een wereld die tussen de turn-based gevechten door zich plaatsvindt. Dus je hebt inderdaad een soort van wereld waar je in rond kan lopen, waar ook het verhaal zich afspeelt, wat inderdaad dus onnavolgbaar is, maar wel mooi uitziet inderdaad. Want het is net alsof je naar een hele vrede soort van tekenfilm of wat dan ook zit te kijken. Ja, een anime inderdaad zit te kijken. En dat is tof. En dan tussendoor ga je weer naar de battle sequences. I'm about to save your life from him. I trust. This proof will suffice. Yeah. Je kan echt heel erg goed zien dat deze serie al meer dan 20 jaar loopt. Want alles voelt gewoon perfect afgewerkt aan. Niet alleen de beelden, hoe het eruit ziet op die hokjes, weet je wel. Het is gewoon heel duidelijk overzichtelijk. Ja. Maar ook die knokpartijen, zie je dan aan de bovenkant van je scherm. Dus als jij gaat knokken, dan zie je echt eerst jou aanvallen dan je tegenstander. Het ziet er gewoon heel goed uit. Ja. Kan je lekker doorspoelen, dus het voelt ook nooit aan dat... dat klinkt wel stom, maar op een gegeven moment... heb je een hele grote gevecht waar je heel de tijd die sequence moet bekijken. Maar die kan je doorspoelen. Dus je hoeft niet heel de tijd dat te blijven zien. En dat vind ik gewoon... Dat zijn gewoon van die kleine dingen die zijn over nagedacht. En ook, het is een mobile game. Je kan hem gewoon overal saven. Ook gewoon in de battle zelf. En dat is gewoon onwijs slim. Want ik speelde deze game vroeger ook op de normale Game Boy. En dan ben je een knokpartij. Want sommige kunnen best 20 of 30 minuten duren. Zeker, en dan kom je aan met de trein. En dan zet je hem uit en denk je, oh ja, fuck. Nee, maar dan kan je inderdaad volgende keer gewoon doorgaan. Maar dat zijn gewoon allemaal van die kleine dingetjes waar gewoon heel goed over nagedacht is. Ja. Ook het klassensysteem, het elementsysteem is gewoon heel goed over nagedacht. Ik vind het een heel goed totaalplaatje. Nou, het is heel goed gebalanceerd inderdaad. En daarom merk je zei het al, dat het inderdaad een serie is van 20 jaar oud. Ik merk ook dat het een serie is van 20 jaar oud, omdat het niks nieuws doet. Dat klopt, maar ik vind dat er eigenlijk te weinig van dit soort games uitkomen. En daarom heeft het absoluut bestaansrecht. Want als zij het doen op een manier waarop ze het nu doen, doen ze het gewoon heel erg goed. Yes! Multiplayer zit er ook in. Co-op zit er ook in inderdaad, alle twee. Persoonlijk speel ik dit soort games niet om te co-open en om te multiplayeren. Sterker nog, je merkt ook dat ze daar gewoon niet zo heel veel tijd in hebben gestoken. Wat leuk is dat je met je streetpass kan je characters binnenhalen van mensen die op straat lopen. Nou ja, zal je die absoluut niet tegenkomen hier in Nederland. Dus je moet echt een maat hebben die in Japan woont en af en toe hier is. Die over daar in elkaar hebt gezet. Daar ga je dan even mee battelen. Je kan tegen elkaar battelen. Je kan, je kan inderdaad ook eventjes mee het verhaal in. Het en dat is gewoon leuk. Niet zo groot aan allemaal. Het is allemaal zo van, oké, het is dezelfde game die je speelt, maar dan inderdaad met iemand erbij in plaats van met de computer. En de computer doet het eigenlijk net zo goed, omdat je die zelf bestuurt. Ja, dus... en je kan multiplayer tegen elkaar, maar het voelt gewoon heel erg karig aan. En wat ik ook helemaal niet erg vind, want ik speel het gewoon niet. En het enige is leuk dat je misschien iemand anders avatar binnen kan halen. Ja. Maar deze game, dit is gewoon echt een pure singleplayer. Je moet gewoon zelf gewoon denken van wat er aan de hand is. Je moet zelf het battlefield bekijken en daar doorheen stomen en hopen dat je daar heel huids uitkomt met heel je groep. Help! Right. Fire Emblem Awakening is mij iets te traditioneel en ouderwets, maar het staat wel als een blok. Dus jij bent lyrisch, volgens mij. Inderdaad, door de afwerking, de balans. Ik vind deze game echt heel erg vreed. Here we are! Ja. Born to be... Ik moet de flits uit mijn ogen. Ja. Uit je bek ook, dat is Highlander. Vet. Zo. Ja.